Wat gaat 2024 ons brengen? Goeiedag kijkers en volgers op YouTube en welkom bij Goud en Muntpunt. Ik moet jullie tevens zeggen dat dit filmpje even het laatste filmpje is van dit jaar. Uiteraard zullen we rondom de feestdagen nog een paar extra feestelijke video's maken. Maar voor nu is dit de laatste maandagopname. En de eerstvolgende maandag video kunnen jullie begin januari verwachten. Nou ja, dat gezegd hebbende gaan we gelijk verder naar het topic van vandaag. Wat verwacht ik voor 2024? Dat is een vraag die ik best wel vaak gesteld krijg van jullie. Van goh Milo, hoe zie jij de prijsontwikkelingen en wat verwacht jij van 2024? Wat goud betreft, zilver en ook bitcoin. Nou ja, bitcoin ben ik geen expert in, maar je hoeft geen expert te zijn om te zien dat bitcoin het dit jaar fantastisch heeft gedaan. Van in de 15.000 euro nu naar ruim 37.000 euro. Dus bitcoin heeft zich meer dan verdubbeld. Kunnen we van zilver niet zeggen. Zilver blijft toch een beetje achter van alle assets. Vind ik zilver eigenlijk het minst goed presteren afgelopen jaar. En natuurlijk kijken we als de man van goud natuurlijk ook altijd even van wat heeft goud gedaan. Nou, als we kijken naar begin januari 2023 stond goud op 54.500 à 600. We staan nu en nu is maandag, de wat is het, 18e, maandag 18, zitten we op een prijs van 59.600. Dus ook goud heeft een rendement behaald afgelopen jaar. Goud heeft ook hoger gestaan. Goud heeft eventjes een piek gehaald richting 63, maar staat nu zo stabiel tussen de 59 en 60 in te schommelen. Ondanks het feit dat de Federal Reserve heeft aangekondigd renteverlagingen in te gaan voeren in 2024 en de ECB heeft gezegd voorlopig geen aanleiding te zien om de rente te verhogen, dus het zal gelijk blijven of mogelijk ook zijn rente gaan verlagen, dat is meestal niet zo goed nieuws voor goud, maar wel voor de aandelenmarkt. De aandelenmarkt zal hiervan profiteren. Dus zit jij in aandelen, dan denk ik dat je best een mooi jaar mag gaan verwachten van 2024. Maar niet getreurd. Er zijn genoeg andere factoren die een rol spelen, waardoor de goudprijs gewoon weer een rendement kan gaan halen dit jaar. Kijk bijvoorbeeld nog steeds naar de politieke onrust, de oorlogen die er zijn. Er is toch nog steeds onzekerheid. Veel beleggers zullen dan, naar mijn mening, in 2024 ook zeker voor goud kiezen. Zilver vind ik toch echt wel een lastige. Nogmaals gezegd, ik gaf het net al aan. Ik vind zilver een beetje onderpresteren dit jaar. Laat ik de hoop uitspreken dat zilver het wat beter gaat doen aankomend jaar. Maar ja, goed, we zullen het moeten afwachten. Maar voor aandelen, bitcoin en goud zie ik een gouden toekomst. En waarom zeg ik dat over bitcoin? Want jullie zijn van mij gewend dat ik niet zo'n fan ben van bitcoin. Ik heb van een aantal experts gehoord, en daar is Theo ook een van. Hi Theo. Dat bitcoin richting 100.000 zal gaan. Nou ja, met 37.000 plus is die bijna halverwege. Dus voor degene die in bitcoin zitten, ik hoop 2024 bitcoin een ton raakt. Ik ga ervan uit, omdat ik zelf heilig geloof in goud en zelf ook goud stack. Ik ga ervan uit dat goud ongeveer hetzelfde rendement zou kunnen gaan halen als afgelopen jaar. Dat zou dus betekenen, als dat zo is, dat goud wel eens rond de 4,65 euro per gram zou kunnen gaan eindigen. Maar nogmaals gezegd, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Blijf je geld investeren, blijf je geld omzetten in waardevolle assets. En dan zou ik voor nu willen zeggen, oh, ik vergeet één ding. Ik vergeet één heel belangrijk ding. Als jij nog niet geabonneerd bent, abonneer op ons kanaal. Klik hieronder op die knop. Help ons groeien. Maak ons groot. Bedankt voor het kijken. Geniet van de feestdagen. En ja, we komen nog met een feestdagenuitzending. En ik zie jullie snel weer terug.